La Gamandée is gisteren te Sinabo komen wijnen voor de 20e keer gevierd. Een awasa-dans door een pupil van de culturele groep Kifoko, gisteren tijdens de viering van de 20e editie van Blakamandé te Sinabo in Kommewijnen. Het thema voor dit jaar is spirituele kracht als basis voor overwinning van de sociaal, economische, culturele en maatschappelijke groei van de nazaten. De Federatie voor Afrikaans Ranamang was ook dit jaar belast met de viering. Voorzitter Iwan Weygaarde geeft aan waarom dit jaar voor het district Kommewijnen is gekozen. Dat is de tweede keer. We hadden één in beneden Kommewijnen. Dat is op het Fort New Amsterdam. Op een luchtmuseum is het. En nu hebben we het boven Kommewijnen. Dus zeg maar vanaf Potribo tot Tempati. Dat gebied bestrijken we nu. We zijn naar verschillende districten geweest. Omdat de resolutie zegt dat je het buiten de steden moet houden. Omdat het daar een beetje, is de beschaving een beetje zuiver. Daarom houden we zijn helemaal op Lange Tabbetje geweest, Brokkelpondo geweest. We zijn overal ver weg, Coroni, Wageningen zijn we geweest. Dus om het zo zuiver als maar kan en conform de omschrijving van de resolutie te herdenken en te vieren. De voorzitter geeft verder aan dat de afgelopen 20 jaren niet altijd over een leien dakje zijn gegaan. Desalniettemin is hij trots op wat de federatie ondanks alles, met name de economische situatie, heeft bereikt. Weygaarde blijft hoopvol dat de gemeenschap de stichting zal blijven ondersteunen met het werk dat zij verricht. Hij geeft de voornemens aan voor het jaar 2017. Net als voor alle bedrijven het moeilijk is, zal het voor de sociale dingen nog moeilijker zijn. Want we moeten het vaak hebben van de commerciële dingen. En als het slecht gaat in de commerciële sector, dan zal het beslist niet beter gaan in de sociale sector. Want we moeten vaak bedelen en het moet uit onze zak komen. Als je goed verdient, kan je meer stoppen als lid van de organisatie. Maar we proberen steeds inventief te zijn door dingen te verkopen, door aan de bussen wat te verdienen, vrijwillige bijdrage. Op die manier proberen we de kosten te dekken op zo'n dag. Iwan Weygaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Ranamang. We spraken hem gisteren tijdens de 20e viering van de Blakamang die te Sinabo in het district Kommewijnen.